Leuk dat je kijkt naar de pilot van The Walking Dead. Wij jonge vaders nemen tegenwoordig een steeds groter gedeelte van de opvoeding op ons. Ik zou best wel graag een leuk televisieprogramma willen zien waarin jonge vaders met elkaar op avontuur gaan, met elkaar bonden. Ik hoop dat deze productie daar inspiratie voor kan bieden, want anders zijn we voor niks door deze hel gegaan. Grapje, veel kijkplezier! Mag ik nog een paaseitje? Nog een paaseitje? Ja, als je nog een klein stukje zelf hebt gelopen. We waren jong. We waren wild. We waren free. We kennen elkaar als skaters. Roadtrip buddies. Gangmakers. Maar niet als vader. Ik kijk echt op die eerste kraamweek met Kiki kijk ik terug als een soort lichttrauma. Oh shit. Om erachter te komen hoe mijn matties het vaderschap ervaren, nodigde ik ze uit voor een tweedaagse wandeling met de kinderen erbij. We gaan bijna verder lopen. Nog heel even. Genieten of afzien, in ieder geval hebben we elkaar. The Walking Dead. Walking Dead jokes. Walking Dead. Walking Dead. Walking Dead nummer 1 is een van mijn betere matties, Arne. Een fotograaf slash filmmaker met wie ik enkele jaren anti-kraak heb gewoond in de Principe Bay. Sinds kort heeft hij de hoofdstad verruild voor een woning in Alkmaar en heeft hij een dochter. Hey, Brugje. Kom maar binnen. Hey, zeker. Brugje. Met zijn lengte, harde lach, looks en snelle grappen is hij een vertrouwde vertoning van mij. Maar hoe is hij als vader? Ga ik nu een andere kant van hem zien? Ik ben Arne. En dit is Teun. Teuntje is het. Ja, het is echt een heel gezond kind. Ze is heel vrolijk. Steeds vrolijker zelfs. Teun! Mevrouwtje. En nu al aan de energy drank, Teun. Eigenlijk ben ik meer huisvader dan werkend op dit moment. Mag ik die? Dankjewel! En ik prijs me wel als vader heel erg gelukkig dat ik af en toe hier op een dinsdag uurtje of 11 op de grond lichte schreeuwen. Of nee, dat mijn kind naar me aan het schreeuwen is en dat we een beetje aan het spelen zijn. Het zijn wel waardevolle momenten, laat zo zeggen. Ik zeg altijd, een belinko comes with the attitude. Aan het wiel. Waar ging je heen? Vet. Dit is kleine Joep. Joep is bijna 3 weken oud. Maar ja, ik neem hem dus niet mee. Want deze is nog veel te veel werk. Ik neem alleen mijn dochter mee, die is bijna 4. En die veegt al bijna de eigen bil af. Hey, Kiki, ook je brood eten. Walking Dead nummer 2 is Ryan Klaus. Freelance journalist en altijd in voor een avontuur. Zo ook dit. Oké. 8 jurkjes, 16 badpakjes. Wat voor vader ben ik? Poeh. Volgens mij ben ik wel een topvader eigenlijk. Ik geef mezelf wel een goede 9. Ik noem het arrogantie, maar... Gaan we? Ja. Rondjes draaien, high five. Oké. Ja, valt mee, toch? Ja, dan. Kom maar ruimte over, jongen. In het natuurgebied waar we gaan lopen, Smalpinus, hebben kabouters tasjes verstopt met opdrachten erin. Een tasje! Het ligt bij de Belgische grens en is voor beide daddy's een pokkenend rijden. Zeker met de kids erbij. Desondanks beginnen Arne en Teuntje, Ryan en Kiki moedig aan hun reis richting het zuiden. En word ik, Marnix, ook opgehaald samen met mijn 3-jarige dochter, Lizzie. Nou, papa en Lizzie, jullie gaan op reis met allemaal papa's. Wat vind je ervan? Leuk. Waar gaan jullie naartoe? Weet ik niet. En wat is daar voor bed? Stapelbed. Een stapelbed? Stapelbed? Ja. En waar wil jij slapen? Boven. Oh.
daar gaan we. The sky is the limit. Niks wat ons kan tegenhouden. Jee. Oh. Nog meer pot? Nee. Dan handig hè, dat jij gaat rijden en dat ik achterin zit met Teun en dat ik er een beetje, ik denk dat het een beetje temp. Ja, oké. En zo zijn we aangekomen bij de start van onze nu al memorabele tweedaagse wandeling. Goed met jou? Hey, wie zei ze knapper? Het is Teuntje. Teuntje, goeie naam. 3, 2, 1, oh, ik zie daar wat. Hé, het is een tasje. Ja, tasje. Een zessentasje, wat mooi. En een briefje. Een briefje? Wat staat er op het briefje? Oké, Teun, ik moet even praten. Oké? Horny, horny, horny. Ik ben een horny beer. Dit knippen er wel weer uit, toch? Of toch niet? Oké. Anyways, we doen er altijd vrij casual over. Maar als je vader wordt, verandert er heel veel. Zoek een picknickbankje op. Hey, picknickbankje. En bedenk samen minstens 20 dingen die in jullie leven zijn veranderd sinds jullie kinderen hebben. Succes! Damn. 20. Dat is best veel. Nummer 1. Geen slaap. Slecht slapen. Meer huilende mensen in je leven. Meer gejankt. Je bent moe, hè? Meer rugklachten. Ja, laten we wel wezen, minder vrijheid. En het leven is natuurlijk duurder geworden. Deden jullie nog evenveel als vroeger, of niet? Nee, tuurlijk niet. Ja, liefdesleven naar de kloppen. Kunnen we iets positiefs bedenken? Ja, sowieso. Minder ik, meer ons. Wauw. Mooi. Sinds je kids hebt, word je gezakelijker. Je wordt efficiënter? Juist. Ik moet zeggen, ik geniet meer van mijn rustmomentjes. Nou, er zijn gewoon wat vaker echt de dingen dat ik op de bank plof. En dan denk ik van, oké, waar sta ik nu in het leven? En dat je echt zoiets van, oh, dit is eigenlijk best wel vet wat ik aan het doen ben. Maar als in van het, ja, oké. Daar geniet ik wel van. Maar is het zingeving? Geeft het een beetje zin? Zingeving vind ik een hele mooie. Meer zingeving. En dan is 21, is je krijgt er zoveel voor terug. Je krijgt er zoveel voor terug. Over hoeveel pluspunten telt het? Het is wel realistisch. Het is wel een realistische lijst. Dit doet me een beetje denken aan die scène van Trainspotting. Oh, ja. Als je de natuur inloopt, ja. Geen idee hebben. Wat ze nou met hun leven moeten, weet je waar ik het over heb? Die junkies? Ja, ik zit heel even te kijken. Zo zijn wij hier ook een beetje, van wat doen we hier nou? Ja, nou, maar je bent toch ook eigenlijk gewoon verslaafd, je kind? Ja. Ik wil ook boven. Nee, meisjes, geen ruzie maken. We kijken straks nog wel even wie er boven en wie er beneden gaat slapen. Dat komt straks. Het bovenste bed is niet geschikt voor kinderen onder 6 jaar. En ja. Zijn jullie al 6 of niet? Nee. Ben jij al 6? Nee. Nou, opgelost. Wij mogen niet boven slapen. Jammer de bammer. Hey. High five. Ja, lekker, Mark. High five. Woehoe. Fuck it, dead. Kiki. Flappy. Ja. Nog 5 minuten. Ryan? Ja? Ben je al klaar? Ze was net in de oogjes aan het wrijven en meestal is dat een beetje de key wel van oké, nu is het eventueel klaar en dit is ook wel ongeveer het moment waarop ze zou moeten kunnen slapen. Je moet gewoon op je hoofd gaan staan. Lacht meneer Konijn, naar het schijnt. Wil dat wel eens helpen? Joep. Pas op. Hehe, de kinderen liggen op bed. Eindelijk tijd voor de daddy's om ongecensureerd wat ervaringen met elkaar te delen. Jongens, we hebben 20 dingen opgeschreven die veranderen als je een kind krijgt. En daarvan waren hoeveel er negatief? Ja, dikke 3/4, denk ik. 3/4. Maar... Je krijgt er zoveel voor terug. Ik krijg er zoveel voor terug. Maar je krijgt er zoveel voor terug, hè? Je krijgt er zoveel voor terug.
Wat krijg je ervoor terug? Ah, deze laat ik aan jou, want jij roept dit al het hele weekend. Nee. Jij roept het ook de hele tijd, man. Ja, ik beaam hem steeds. Ik vind het gewoon een heerlijk ding. Ik denk dat überhaupt het iets als liefde, dat dat moeilijk te grijpen is. En juist dus dat je het niet kan uitleggen, maar het doet. Ik denk dat dat een heel mooi beeld is van wat liefde kan zijn. Dus, het is zo van... dus je krijgt allemaal zware taakjes op je. En het is ook, ik bedoel, het is ook een beetje een mannelijke bravoure, toch? Zo van, ik slaap slecht, kan niet meer suipen. Maar ja, hoe erg is dat? Hoe erg is dat als je een kind hebt waar je van kan genieten? Ja, het is in principe iemand die je met niemand anders kan vervangen, zeg maar. Nee, dat is waar. Ja, het is gewoon je beste vriend, Ja, moeilijk man om een woord te brengen. Ja. Het is gewoon een human being die je in één keer onder je controle krijgt of zo. Dat is wel misschien. Ik ga nu naar de toe, man. Je moet u zien. Nice. Wat zijn dit? Derde appels voor jou en eentje voor mama. En naar beneden redden? Ja. Nog een keer omhoog. Doei! Ga je een lekker slaapje doen? Ja. Dag 2. Walking Dead. Ja, dat is wel waar. Ja. Als jij een goede boom ziet waar ik in kan klimmen, moet je maar zeggen, daar moet je in, papa. Jij kan de bomen. Dat is ook een mooie slinger. Kan je ook slingeren, of niet? In mindere mate, maar... Oh, gaaf. Let's hit it. Oh ja, kijk. Ryan, laat even zien hoe stoere vader je bent. Ja, maar wat wil je nou dat ik ga doen, man? Ik ga niet slingeren, Ja, grap. Jongen, wat is dit nou, man? Ben jij nou een gekke daddy? Ben jij nou een jong? Nee, maar free, dit is... Man? Nee, dat kan ik toch niet Come doen, Kom op, man. Nee, dat ga ik echt niet doen. Jawel, man. Nee. Sowieso. Ik ben zo uit de lul als ik erin val. Nee, man. Nee, dat ga ik Zet niet. Het je af. Come on. Wacht, we vragen het aan Kiki. Kiki. Nee, ik skip hem. Ik ga dat niet doen. Ja, maar ik zie jullie het ook niet doen. Dus wat is dit nou? Ik wil het wel doen, hè. Nou, als jij het doet, doe ik het ook. Lizzie. Vind je mij een stoerdere papi als ik hier ga zwaaien over het water? Ja. Oké. Okay. Ja, kom op, Mark. Je moet echt heel hoog, hè? Damn, deze guy. Ik ga niet eens een foto maken, ik ga er gewoon van genieten. Kom op, Mark. Kiki. Jongens, kijk. Ja, hij gaat het doen. Hij gaat het doen. Ja! Help die jongen. Ja, hou je vast. Nog één keer. Ja. Winning! Yeah. 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 Winning! All right. Lekker, jongen. Lizzie, I love you. Ik heb het overleefd. High five. Ik ga het alsnog niet doen. Ja, oké. Okay. Wauw. Hier. Dasje? Ja, ik zie je. Oh, je haar zit. Wacht even. Een randje en twee paashaartjes en dozijntjes. Wat is dit? Voor Arne. Vuile, sluwe vos. Oké, Teun. Komt-ie. Waar zijn nog meer? Ik kan echt alleen maar positieve dingen over Arne als vader zeggen. Oh. Klein beetje kots, maar het is echt zo. Vanaf het moment dat ze geboren werd, is hij er vol voor gegaan. De afgelopen 7 maanden heb ik fulltime gewerkt en zijn zij al door samen geweest. Ik krijg dan minstens 4 keer per dag foto's van dat ze bijvoorbeeld samen gedoucht hebben, dat ze samen aan het chillen zijn, foto's van mooie lichtsituaties met Teun als model in het licht, etc. Oké, hoop dat dit goed is. Veel plezier dit weekend. PS, wanneer zien wij elkaar weer? Vond het de vorige keer zo leuk. Oh, sorry, dat mocht je niet lezen, sorry. Dat...
Maar dit was een grap, of niet? Oh. Hey, Arnoud. Je vriendin grap. Maar mooie woorden, toch? Ja, heel mooi, man. Ja, ik vind het wel heel lief om te horen, ja. Zij heeft het ook hartstikke druk, dus je gaat er niet heel veel over hebben. Maar ze heeft wel eens gezegd van, nou, ik vind het heel fijn dat je dat zo oppakt. En daar hebben we het wel eens over. En dat is wel, ja, dat gesprek is gewoon heel belangrijk. Dat je elkaar waardeert. Maar wat doen jullie om het seksleven spannend te houden? Wat is seks? Wat is dit ook alweer? Wat is dat? Hey meiden, waar gaan we naartoe? Kijk hier dan, het kabouterhuisje. Nee, we zijn niet thuis. Dank je, jouw lieve kaboutertjes. Wat is lief van de kaboutertjes dat ze soms zoveel hebben gegeven? Ja! Wordt dit een dad joke boom? Dit is een dad joke boom. Het staat er ook op hier. Oh nee. Is dat de eerste dad joke? Oké, dit is hem. Hoe heet een sniper die niet zinnelijk is? Poeh. Geen idee. Een diaper. Kut. Ja. Hoe noem je een Fransman die sandalen draagt? Een kast zonder schoenen? Philippe Flop. Dat zouden die slippers moeten zijn. Ik wil wel zo een rematch, man. Zo. Maar niks. Het maakt van alles los. Ja, net was die jongen, hoor. Oh. Hoe? Hey, hoe noem je het als je vreemd gaat met voetje vrij? Nou? Een teenslippertje. I'm out of here. Later. Yo. Hier moet ik even van bij komen. 1, 2, 3. Walking Dead, Joe. Walking Dead. Walking Dead. Zo, die eerste 10 kilometer gingen nog wel. Maar nu die laatste 20, dat begin ik nu al een beetje zo. Oh, begin ik wel te voelen hoor in mijn knieën. Jij ook? Maar niks. Plas op, hè. Heb jij een tasje gevonden? Weer een tasje? Ja, dat vind ik het. Voor ons. Een eentje. Eentje voor jou. En rozijntjes. Zo hé. En nog een briefje. Een briefje. Nee. En geen biertjes? Nee. Voor de papa's? Nee hoor. Voor Ryan. Liefje, cutie pie. En dat is het handschrift van mijn schoonmoeder. Ryan was jeugd. Wacht even. Geef eerst even die kids chocola, want dan zijn zij stil. Wat hebben jullie? Hier, Liz. Ja. 1, 2, 3. Ja. Zie je? Vaders kunnen dat we wel. Kunnen het wel. Ja. Oh woe. Shit, alles valt. Nou jongens, kunnen we even zitten? Of, Ik vind dat Ryan een betrokken vader is. Zonnebril af. Okay. Emoties zien. Hij blinkt uit in fantasiespel. Kiki, haar knuffels komen bij hem echt tot leven. Hij heeft tijdens de 9 maanden dat ik zwanger was van Kiki meer kroegen van binnen gezien dan de afgelopen 4 jaar bij elkaar. Het idee dat zijn sociale leven zou eindigen speelde een grote rol destijds. Tijdens de kraamweek van Kiki waren we allebei behoorlijk overweldigd. Tegenwoordig staat Ryan hele maaltijden te koken, stem slaat al over, hoor je dat? En bakte hij laatst een taart samen met Kiki om mij op te vrolijken. Ryan is een stuk verantwoordelijker geworden de afgelopen 4 jaar. Waar hij in de eerste kraamweek zonder te melden na werk bleef plakken bij Koningsdag in Amsterdam. Terwijl ik thuis zat te wachten en niet wist waar hij bleef, heeft hij het deze keer bij Joep toch echt anders aangepakt. Oké, dankjewel schatje. Groeten! We did it! Ik vind het heel leuk om te zien hoe Ryan als vader is. Hij doet het heel erg vrolijk, heel erg gezellig. En ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is in je opvoeding. Oké, Lizzie, we gaan naar het... zwembad!
We zijn niet meer young. We zijn niet meer free. Wild? Een beetje. We zijn nu vooral daddy's. En ook daarin zetten we weer ons beste beentje voor. Heel gezellig. Leuk om een keer met andere vaders een weekendje weg te zijn. En vooral hun te zien struggelen. Met hun kinderen. Al met al geweldig weekend en ik zou dat vaker willen doen. Liefst wel betaald.